Vandaag is Delft een echte elektrische waterbus Rijker. Die gaat mensen vervoeren van Centraal Station naar een vijftal locaties. Omroep Delft is natuurlijk bij om te kijken hoe dat zo tot stand is gekomen en vooral wat u als Delftenaar er aan heeft. Wouter, wat was voor de gemeente Delft de aanleiding om hierin te participeren? Nou, het brengt eigenlijk een paar dingen bij elkaar. Het zorgt voor betere verbinding tussen het station en ook de Schieoevers. En ook een aantal mooie bestemmingen. Bijvoorbeeld ook Royal Delft, maar sowieso natuurlijk hier het Delftse. En het is ook een mooie, innovatieve vorm, want het is een elektrische waterbus. Ja, en tegen zo'n mooi technisch staaltje, daar kun je als Delft natuurlijk ook geen nee tegen. Nee. En we zijn een fietsstad, maar toch is dit een toevoeging, vindt u? Ja, want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die het leuk vinden om vanaf het water of via het water in Delft te kunnen reizen. En volgens mij is dat ook echt wel iets anders dan, hè, want als je wat ouder bent of je hebt misschien ook al spullen bij je, is het soms ook wel leuk om een boot te kunnen nemen. Ja, het is een verhaal van heel veel jaren in het bedrijfsleven gezeten hebben. Dat hield op en thuis aan de keukentafel met mijn dochters en mijn vrouw, wat is mijn volgende stap? Nou pa, je kan wel eens wat meer aan duurzaamheid gaan doen, want je praat er wel over, maar je doet er niks mee. Oké. Nou, toen kwam ik bij twee neven van mij uit die hier in Delft een duurzaam bedrijf hebben, Flying Fish. Die onder andere de watertaxi in Rotterdam helpt verduurzamen. En met hun samen gaan kijken naar allerlei mogelijkheden voor duurzaam personenvervoer over water. En op een goed moment dacht ik, als we gewoon uit het raam kijken, uniek in Delft een station waar een enorme steiger bij is. Een ski die er ligt om gebruikt te worden, maar niet zoveel gebruikt wordt. En heel veel mensen die daar eventueel plezier van zouden kunnen hebben. Nou, het moeilijke is dus al die partijen bij elkaar krijgen. Iedereen vindt er wat van. Nou, we hadden het over het water is van de provincie, de aanlegstijgers van de gemeente. Je moet de budgetten bij elkaar zien te krijgen, de boot bouwen. Nou, een hefdak, allemaal dat soort dingen, komt allemaal bij elkaar. En hoe je dat op een goede manier bij elkaar kan afstemmen, dat is het allermoeilijkste. En dan is hier staan met heel veel mensen is eigenlijk nog het allermakkelijkste. Dat is het allerleukste. Vanaf na de zomer gaat hij varen, dacht ik, Kees. Wat gaat een ticket kosten? Het ticket voor het OV, dat wordt €2,18 op dit moment, hebben we besloten. Dat is een vast tarief voor de hele ronde. Dus iedereen die één of wat verdere halte moet, kan voor dat bedrag instappen. Daarnaast is de boot gewoon beschikbaar voor allemaal leuke dingen. We gaan feestjes, partijen, bedrijfsgebeurtenissen. Nou, ik kijk om je heen. Het is een hele prettige plek om op het water leuke dingen te beleven. En ook, ik hoop ook erg dat we historisch en educatief veel kunnen doen. We hebben al gezegd, als het nou een beetje goed loopt, dan kunnen we ook schoolklassen mee gaan nemen. Want die weten wel hoe Delft aan de binnenkant eruit ziet. Maar wat het kruithuis is en wat de Zwet is en over Schie. Ja, en dan is dit een hele leuke manier om dat te doen. We zijn hoofdsponsor van onze nieuwe waterbus. Wat was jullie de concrete aanleiding om dat te willen? Nou ja, ik vond het een fantastisch initiatief wat Kees heeft genomen. Vorig jaar toen ik op 1 januari hier begon te werken bij Royal Delft Museum, kwam ik Kees al tegen. En die vertelde over zijn dromen, zijn plannen. En wij hadden ook echt best wel een probleem met mobiliteit. We hadden geen bus bij ons voor de deur. En ja, dat iemand gewoon het lef heeft om toch een droom echt heel erg concreet te maken. En het werd steeds concreter en concreter. Ja, daar heb ik alleen alle medewerking aan gegeven die we maar konden. We wachten dat dit ons ook wel wat gaat brengen. Want hiermee hebben wij een prachtig mooie nieuwe mobiliteit die richting Royal Delft gaat. Dus het zal ons zeker ook bezoekers opleveren.